Ajax wist met een eenvoudige 3-0 van FC Utrecht te winnen door 2 goals van Brian Brobbey. Maar naderhand ging het ook over de Amsterdammers die met 4 coronagevallen het vliegtuig pakten van Portugal naar Amsterdam. Je kunt je inderdaad afvragen of we weg hadden moeten gaan, hè, maar het is ook een beetje de koe in de kont kijken, want ja, wie weet wat Omicron, wat dat voor invloed zou hebben. Hè. Achteraf weten we het allemaal, maar we hebben die keuze niet gemaakt. Maar ja, wij hebben heel zorgvuldig en professioneel gehandeld door bijvoorbeeld te testen, terwijl dat helemaal niet moest volgens de regels. Maar daar kwamen wel een aantal zaken aan het licht en daar moesten we anticiperen en dat hebben we denk ik ook op een uiterst zorgvuldige manier hebben dat gedaan om zo het risico op besmettingen voor de ploeg, maar ook voor de maatschappij, niet te laten plaatsvinden. En ja, je ziet wat het effect is. Onze spelers zijn fit. Ze zijn gelukkig niet besmet. En mede daardoor kunnen we vandaag ook het resultaat boeken wat we graag wouden, maar daarmee hebben we dus ook de maatschappij beschermd. Maar dus jij bent het niet eens met de ophef die in Nederland daarover is ontstaan? Vorige week? Nee, zeker die verontwaardiging, daar ben ik het niet mee eens. Omdat wij juist op een hele professionele manier en zelfs nog de regels die er waren, we hebben extra getest, terwijl het helemaal niet noodzakelijk was. Maar je hebt je eigen regels daar gemaakt? Nou ja, niet, maar regels voor een maatschappij. Die kunnen natuurlijk niet altijd hetzelfde zijn als topsport. En natuurlijk, wij beseffen ons als topsporters. We geven je langs de lijntjes, langs de grenzen en op de grenzen. Maar we hebben niks gedaan wat grote risico's inhield. Of we hebben niks gedaan wat een risico voor de samenleving zou zijn. En wat zeg jij nu? Gewoon de regels die in de maatschappij gelden, die gelden niet altijd voor de topsport? Dat meen je toch niet? Nou, dat zo interpreteer jij dat. Nee, hè? Maar goed, als ik zeg van wij hebben bijvoorbeeld getest, terwijl dat helemaal niet noodzakelijk is. Daar gaat het wel om. Afijn, daarover werd men het niet eens. Meer eensgezindheid werd gevonden in het feit dat Brobbey een goede vervanger lijkt voor de tijdelijk afwezige Sebastian Haller. De spits was zelf ook blij met zijn 2 doelpunten. Ik doe precies wat we van hem gevraagd hebben. Dus zowel in verdedigend opzicht als natuurlijk ook in aanvallend opzicht. 2 keer het eindstation, ik denk 2 goede teamgoals, maar ja, hij staat daar. Hij kiest daar op de juiste manier positie en hij werkt goed af. En ja, zo was hij nog een aantal keren goed in positie. Dus ja, dan moeten we verder fine-tunen. Maar je ziet al dat er klik is met een aantal spelers van ons. En dan kunnen we hem inzetten en dan kunnen wij zijn snelheid gebruiken, zijn directheid en zijn koelbloedigheid voor de goal benutten. Natuurlijk een hele mooie dag, want als je komt, je speelt in de basis, hij scoort gelijk 2 goals, hij wint met 3-0. Ik heb het heel goed beleefd. Ja, met Tadic weet je dat je altijd de ballen kan krijgen. En de eerste liep ik naar achter, tweede paal. En bij de tweede zag ik ruimte, toen begon ik te sprinten, scoorde ik hem. Kijk, ik vind in zijn algemeenheid dat spelers niet te vroeg naar het buitenland moeten gaan. Want ja, kijk naar spelers die de afgelopen jaren bij ons weg zijn gegaan, naar grote competities. Ze hebben bijna allemaal hebben ze problemen. Want het is niet zo makkelijk om in een grotere competitie, waar meer weerstand is, waarbij je niet bent aangewezen op een structuur die je hele leven mee hebt gekregen. Ja, dan zul je gewoon ervaring op moeten doen om daar te kunnen overleven. En ik gun ze het allemaal, maar ja, ik denk dat het verstandig is voor sportieve ontwikkeling om lange zo'n vervolgtraject in Nederland te hebben. En zeker bij een club als Ajax, waarmee je op het hoogste niveau speelt, je speelt Champions League, om als voetballer het maximale uit je carrière te halen. Wat is uiteindelijk de belangrijkste reden geweest om terug te komen naar Ajax? Omdat ik wist dat alleen naar het Afrika Cup zou gaan. En dat ik wist dat de trainer me nodig had en dat ik ready zou ben. Ja. Ready zou staan. Dat is een hele moeilijke vraag. Je maakt natuurlijk keuzes als jongen, weet je. Je weet, als ik hier zou blijven, weet ik ook niet of ik zou spelen of niet. Dus ik heb natuurlijk daar heel veel geleerd. Natuurlijk, daar is ook een trainer ontslagen, dat neem je allemaal mee. En ik heb heel veel kunnen leren van de grote jongens daar. Wat ik daar heb geleerd, hoe ik buiten het veld ook om moet gaan. Ik werd 1 keer in de 43e minuut gewisseld.
Toen gingen de boys gewoon met me praten van, rustig, haal je hoofd omhoog. Dus ja. En voetballen? Voetballen ook. Is natuurlijk heel anders dan Ajax. Daar is het meer van diepgang. En de gegenpress, zoals ze het zeggen, druk zetten.